Heb je enig idee hoe slecht suiker voor je is? Je kunt de suiker beter laten staan. We worden van jongs af aan verslaafd gemaakt aan suiker. En dit brengt gevaarlijke gezondheidsproblemen teweeg. Het witte vergif is dus niet alleen verslavend, maar ook nog eens gevaarlijk. Denk aan overgewicht, diabetes, hartziekte, verzwakking van het ondersteuningssysteem, tandbederf en een zware belasting voor je lever. Wanneer je de suiker laat staan, zal het je hartslag verbeteren, omdat je hart dan minder belast wordt. En het risico op hartziektes zal afnemen. Ook het risico op diabetes zullen aanzienlijk afnemen. Er zit al veel natuurlijke suikers in het fruit dat we eten. Dus je kunt de pakken frisdrank zonder suiker ook laten staan. Wanneer je stopt met de suiker, zal ook je stemming veranderen, verbeteren. Je zult meer gebalanceerd zijn in en minder last hebben van stemmingswisselingen. Suiker veroorzaakt ook ontstekingsreacties, ook in de hersenen, waardoor depressie op de loer kan liggen. Je zult straks ook beter kunnen gaan slapen. Je geheugen wordt verbeterd. Te veel suiker veroorzaakt namelijk vergeetachtigheid en kan zelfs permanente hersenschade opleveren. Je zult ook afvallen en er jonger uit gaan zien, gezonder uit gaan zien. Wanneer je geen suiker meer neemt, zal het lichaam meer vet gaan verbranden. Suiker heeft een uitdrogend effect en zorgt voor donkere kringen onder de ogen, opgezwollen en ontstoken ogen en zelfs een milde vorm van acne veroorzaken. Door te stoppen met suiker wordt je ondersteuningssysteem sterker. Want suiker zorgt ervoor dat je witte bloedcellen stoppen met het opruimen van kwade bacteriën. Je zult met het stoppen van suiker meer energie hebben. En je zult natuurlijk daardoor ook een gezonder en beter gebit krijgen. Je verhoogt je goede cholesterol door te stoppen met suiker. Suiker zorgt voor een verhoging van triglyceriden. En dat maakt je vatbaar voor hartziekten. Hoe meer suiker je eet, hoe groter de kans op een vergrote lever. Suiker veroorzaakt dus ook schade aan de lever. Door het vermijden van suiker verklein je de kans op kanker. Kankercellen worden namelijk gevoed door suiker en de zuren die ontstaan door de suikerverwerking van bacteriën, die creëren bovendien een kankervriendelijke omgeving en zorgt er dus voor dat kankercellen blijven groeien. Kankercellen nemen meer dan 10 keer de hoeveelheid suiker tot zich dan gewone gezonde cellen. Geraffineerde suiker veroorzaakt ontstekingen. En ontstekingen vormen weer de basis voor bijna iedere ziekte. Suiker is slecht voor je darmen, voor je nieren, voor je spieren, voor je cholesterol, voor je huid, voor je bloeddruk, voor je slaapritme, voor je alvleesklier, voor je gewicht, voor je gebit en voor je hersenen. Als ik dit zo allemaal opnoem, rest me eigenlijk nog maar één vraag. En dat is, waarom zegt het voedingscentrum dan toch nog steeds dat suiker niet slecht voor ons is?